Leiden heeft het Leids Cabaret Festival. En als het aan stand-up uh, komiek en verhalenverteller Mo Hersie ligt, dan heeft Almere binnen afzienbare tijd zijn eigen comedy festival. Nou, de eerste stap wordt morgenavond genomen, want dan is namelijk de eerste comedy open Mike Almere. In de studio Mo Hersie, en een van de comedians die zijn debuut maakt in Almere morgenavond, Badder El Kalfi. Goedemiddag alle twee. Yes, goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja uh, uh, we komen zo bij Badder. Uh, Mo, uh, morgenavond dus in de nieuwe Bibliotheek. Ja. Zeven comedians. Waar uh, acht, onder, onder onderhand acht nu. Acht, oké. Okay. Ja. Er komen ja. er steeds meer bij. Nou, eentje, eentje is er bij, bij, extra bij gekomen, okay. ja. uh, Waar komt dat idee nou vandaan? Waarom wilde je dit zo graag? Uh, nou, als ik ook gewoon kijk, als ze als maker zijn binnen uh, ja, in, in de polder... Uh, zijn wij nog jong, hè. Uh, uh, Daar moeten nog heel veel dingen gebeuren. en Initiatieven moeten gestart worden. En ja, ik was laatst bij de, bij de audities van, uh, van het Leids Festival. En, en toen ben ik weer teruggegaan naar, naar Almere... Hè. Mooiste stad van Nederland, zeg ik nog steeds. Uh, en ja, toen was ik gaan zoeken en kijken, van, we hebben wel heel veel programmering van comedians. Hè, in, in dat, bijvoorbeeld in de uh, kunstlinie of uh, in andere uh, theaters. Het zijn al gearriveerde juist, comedians. Juist, ja. Maar er is nog niet echt een plek voor uh, ja, uh, opkomende comedians om, om, om echt gewoon dingen te proberen en ook gewoon uh, nieuwe talenten te ontdekken. En, en daarin had ik wel zoiets van, nou, we moeten gewoon even kijken hoe we dat kunnen oprichten. Samen met de nieuwe bibliotheek, uh, waar ik uh, eigenlijk uh, heel veel goede samenwerking al in het verleden ook meegemaakt heb. Hebben wij uh, ja, even gesproken en die zeiden van, joh, we hebben, dan hebben wij een mooie uh, avond voor je beschikbaar. En uh, mag je het gaan programmeren. Nou, het is nu al succesvol. We zijn nu al ongeveer op iets van uh, 70% van de kaartverkoop. En, uh, en we hebben ook al een tweede editie ook al, uh, reeds. Dat is uh, 5 september. En dat is dan ook weer in samenwerking, ook met de Hogeschool Windesheim. Dus uh, ja, laat ik het zo zeggen: het, het loopt nu al uh, heel goed. En uh, ik ben juist bezig met zoveel mogelijk mensen. Uh, juist uh, dat naar Almere te brengen. Of in ieder geval naar de, naar de polder. In ieder geval. Ja, uh, moeten die comedians ook uh, een link hebben met Almere of uh, de omgeving? Uh, het hoeft niet per se. Er zijn ook heel veel comedians die ooit in Almere of in Lelystad of uh, in de Noordoostpolder uh, gewoond hebben. Uh, het maakt niet uit. Het is ook van buitenaf. Hebben wij ook gewoon in de line-up staan. We hebben, ja, we hebben nu een hele geweldige line-up staan. Maar uh, er zijn ook jongens en meisjes die dus uh, niet zo vaak de kans krijgen. En met een open mic is het anders dan een, een gerenommeerde comedy show. Want bij een open mic kan ook heel veel dingen misgaan. En, uh, en daar, ja, dat is ook nog altijd spannend. Hè? Dus iedereen probeert nieuw materiaal uit te testen. En daar zie je ook de talenten eigenlijk een beetje doorbreken. Ja, bedankt. Calvi, jij staat dus morgen ook in de line-up. Ja. Is dat spannend? Ja, altijd spannend. Ja, als ik gewoon begin. Uh... Ja, open open maken is gewoon nieuwe dingen uitproberen. Dus een beetje zoeken van wat werkt wel, wat niet, uh, waarom niet. Uh, daar ben je eigenlijk de hele, hele tijd mee bezig. Dan nou, ben je al een paar jaar bezig, volgens mij als comedian, dan nou vertelt Moe Hersie net dat het uh, eigenlijk moeilijk is voor beginnende comedians om ja, een podium te krijgen. Hier gewoon in de buurt. Heb jij dat ook gemerkt? Ja, absoluut. In, uh, ik, ik heb heel veel open al bezocht door heel Nederland uh, in Almere niks. Uh, Lelystad ooit nog een keertje. Uh, dus ja, het is echt moeilijk. Het is echt zoeken. Ja, ja, dus voor jou komt dit eigenlijk wel heel goed uit dat je nu deze kans krijgt gewoon in je eigen stad. Heb je nog nooit in Almere opgetreden? Nee, 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 niet in Almere, nee, absoluut niet. En hoe lang ben je al bezig? Uh, nou, drie jaar. En heb je al wel veel optredens gedaan? Ja, zeker. Uh, ik spel regelmatig ongeveer één à twee keer in de week. Probeer ik een beetje aan te houden als het lukt. En in je eigen stad kon je gewoon niet terecht? Nee. Dat is toch ook wel raar. Ja, nee, dat is heel vervelend. Uh... Nou ja, morgenavond dus wel. Betekent dat dat de tribune gevuld is met allemaal familieleden van jou? Nee. Oh, dat <laughs> niet. Nee, 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 nee. Want die kennen mijn grappen al. En, uh... <laughs> die hebben er al genoeg van. Ja, ja, ja. En, nee, nee, maar dat is zo. Nee, het is juist leuk om gewoon voor mensen die je niet kent. om dan je grap uit te testen. Want dan worden dingen niet ingevuld. Kijk, als iemand mij heel goed kent... die zien van tevoren al de grap aankomen... vullen ze het alvast in. Ja, en dan denk ik, ah, oh, is een goede grap. Ja, nou, Bader, jij vindt inspiratie voor de grappen... in je persoonlijk leven. Ja. Um, je, ben, je bent hardhorend, heb ik begrepen. Klopt. Ja, maar daar kwam je pas heel laat achter. Hoe zit dat? Uh, nou ja, het is... Uh, ja, het is... Het is je overvalt er een beetje oh. mee, maar geef niet, geef niet. Nee, het, het heeft even een tijdje geduurd. Uh, in mijn dagelijks leven had ik er steeds meer last van. Ja, totdat er uiteindelijk mensen zeiden: van, Misschien moet je echt je gehoor laten testen. Mensen uh, dachten: Oh, hij negeert me de hele tijd of dat niet? Nou, niet eens dat. Maar soms dat ik gewoon antwoord geef op een vraag die niet gesteld was. Of uh, iemand iets vraagt en ik geef een ander antwoord. Uh, dat zorgt uh, voor hele leuke comediemateriaal. Yes. Is dat echt niet lastig? Want uh, hoor je wel de reacties uit het publiek goed uh, als je op het podium staat? Nu wel, in het begin niet. Nee. Dus mijn grappen waren een stuk beter. <laughs> <laughs> je ja, dacht, waarom lachen ze nou niet? <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, nee, dat, ja, dat heb ik echt vaak gehad. Dan denk ik, nou, het is een goede grap. En dan hoor ik achteraf van ja, het was echt een goede grap, maar. Je had het zelf niet door je nee, hebt nee. gelachen. Ja. Maar nou, nou is je gehoor wel iets beter geworden. Je, je, je kan daaraan werken? Of? Nou, ik heb gewoon gehoor praten. Dat, uh, dat is voor mij een stuk prettiger. Voor de mensen in mijn omgeving is dat een stuk prettiger. Uh, als comedian is het ook een stuk prettiger. Uh, gewoon de meeste open mics uh, optredens vinden toch plaats in een kroegachtige setting. Uh, ja, een gesprek achteraf was voorheen niet mogelijk. Hoe, hoe gaat dat? Wat, wat, wat ik vertel eens wat, wat maak je al zo mee wat je in zo'n uh, act kan gebruiken? Nou, uh, de, 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 de weg ernaartoe, van hardhorendheid. Hè? Van, je bent erachter gekomen, uh, je maakt een afspraak bij een uh, gehoorspecialist. Uh, dat dat niet zo makkelijk gaat, en hoe dat dan op werk ga, in zijn werk gaat. Het verschil voor en achter, de vooraf en achteraf. Uh, ja, dat, dat werk ik eigenlijk allemaal in. En het is ook een beetje een soort van rauw verwerking. Ook. Ja, maar dit verhaal komt ja. dus echt op het podium bij jou ook uitgebreid aan bod. Ja, uh, ik weet niet of dat morgen gaat gebeuren, maar ik ben er wel aan het werk, aan het zoeken van wat werkt wel en wat werkt niet. Dus misschien dat ik morgen dingen ga testen of andere onderwerpen. En natuurlijk je, je, je afkomst uh, als Marokkaans. Ja, absoluut. Dat, ook, dat, uh, nog, ja, ja. Dat, ook nog, ook nog. nog. Uh, en je ziet dat ik ben een verse jongen, dus ja. dat komt er ook nog in. Dus ja, ik heb geno genoeg onderwerp ja. om me uit te putten. Uh. Ja. Ja, um, ja, Mo werkt dat eigenlijk het best als mensen vertellen uit hun persoonlijk ja, leven? En dat, ja. is dat dan extra grappig? Nou, uh, wat, we uh, wat ik vaak zie, is ook heel veel comedians die uh, niet authentiek zijn, hè, die niet uh, dicht bij hunzelf zijn, waardoor ze ja eigenlijk de plank misslaan

En het uh, is vaak uh, de verhalen die je eigenlijk bij een open mic hoort, zijn verhalen die je eigenlijk niet vaak op televisie zou zien. En er zijn echt persoonlijke verhalen. Er zijn mensen bijvoorbeeld met een burn-out. Of uh, een student. Die kan het allemaal in een line-up hebben. Nou, een moeder met vijf kinderen. En dan de volgende comedian die dan opkomt is een student die net uh, begonnen is. Uh, of iemand die net ontslagen is. Kijk, bij een open mic kun je allerlei dingen uitproberen. En ben je lekker vrij om, om, om gewoon te testen. En het publiek uh, is daar ook eigenlijk op min of meer op uh, gekomen. Coach door de host. Uh, ik ben dan zelf de host en dan geef je van tevoren aan van joh, het is een open mic. Zijn mensen aan het uitproberen, dus wees even eventjes wat, wat rustiger. Verwacht niet dat je hier nou uh, meteen naar Jibom Om hier ziet zijn dat alles meteen klopt. Nee, al veel niet misschien die kloppen, maar je krijgt in ieder geval Badder. Je krijgt de bad, ja, badder. Is, ja. Badder is sowieso ja. een topper. Het aanstormend talent binnen Almere. Maar er zijn zoveel meer talenten die, die we graag een podium willen geven. dit uur zijn nog steeds de gast Mo Hersie en Badder El kalfi Morgenavond is er namelijk open mic, comedy open mic wel te verstaan. In de nieuwe bibliotheek van Almere. Een nieuwe comedyavond. Uh, Mo, je vertelde toen strak uh, waarom je dit hebt bedacht. Omdat er maar weinig plekken zijn waar jonge opkomende komieken terecht kunnen. Ja, en, ook, en, eigenlijk... ook, en ook oude mensen, ook ouderen, die, die al uh, jarenlang ooit oh, een keer op het podium wilden staan. En uh, misschien door kinderen wat dan ook, en hun carrière misschien opzij hebben gezet. Ze zit al jaren te wachten op hun eerste optreden. Jij? Nou, dat ben je... Nou, dat nee, die, 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 die ouderen bedoel <laughs> ik. Ja, oh ja, ik denk misschien dat jij een keertje nou. hebt Dan <laughs> <laughs> Dat, <laughs> dat zal het lachen je snel vergaan. Nee. <laughs> <laughs> nou, denk je dat iedereen het eigenlijk zou kunnen? Um, wat uh... moet je ervoor kunnen? Nou, je, je moet een, een doze zelfkennis hebben en een beetje lef een beetje pit. Ik denk dat iedereen dat zou kunnen. Uh, of het goed gaat voor iedereen, dat is natuurlijk de, uh, ten tweede. Uh, maar waar het eigenlijk het uiteindelijk om gaat, is om een eerste stap te zetten. En heb jij een bijzonder verhaal? Of, of heb jij altijd al. Uh, hè, want het is altijd heel vaak bij mensen die dus op een verjaardag grappig zijn, denken van nou, oh, dat, dat zal vast wel een goede comedian zijn. Maar uh, ja, uh, oh, het spreken op een podium is het. Uh, uh, het, uh, het moeilijkste beroep uh, van, uh, van de wereld uh, op dit moment. Wat staat uh, zo moeilijk aan? Uh, omdat heel veel mensen uh, die, die zijn daar angstig voor. Die hebben een hele grote angst daarvoor. Het uh, uh, dat dat staat op nummer één: uh, spreken voor publiek. En daarnaast gewoon doodgaan ergens via. met een auto-ongeluk of iets dergelijks. Of een vliegtuig. Ja, vliegtuig. Mijn grootste angst van mensen het is echt spreken voor, voor een publiek dat dat misgaat. of de angst daarvoor. En als comedian zijn is het nog erger. Want ik denk wel nog moeilijker. Want het is niet alleen spreken. maar je moet echt mensen aan het lachen maken. Ja. En, uh, en, en mensen een beetje uit hun comfortzone halen. waarin ze de, de waan van de dag een beetje vergeten. en uh, lekker kunnen genieten van een hele leuke avond. Ja, wat er elk Jij stond dus ook um, volgens mij drie jaar geleden voor het eerst op zo'n podium. Maar ja, was het ook een bijna doodervaring? ervaring? Uh, ja, het was echt, uh, echt super spannend uh, eerste moment uh, dat je het podium opgaat. En maar hopen en bidden dat mensen gaan uh, lachen <laughs> op dat moment. Maar wat gebeurt er dan met jezelf? Uh, voor mij was het positief. Weet je ik krijg er energie van, en dan ga ik er ook voor. En dan ik weet echt niet wat ik uh, die paar minuten op het podium heb gedaan. Maar het was wel leuk. Maar dan treed je als het ware buiten jezelf? Dat je niet meer weet wat, wat je precies gedaan hebt? Ja, je zit echt in het moment en uh, je probeert van alles. Je roept dingen en hopen dat het grappig is. En als mensen gaan lachen, dan krijg je weer zelfvertrouwen, ga je weer groeien. Maar, uh, maar stel dat ze niet gaan lachen, dan krijg je natuurlijk ook het tegenovergestelde. Dan wil je zo snel mogelijk weg, of niet? Ja, klopt. Uh, wij, als comedian heet dat uh, doodgaan op het podium. En uh, daar heb ik eigenlijk nog meer respect voor voor mensen die dan ook blijven staan en doorgaan. Ja, dat. dat... Ja, ik had het afgelopen week nog dus, uh, ja ja, ja nou. dan, uh, ik heb in totaal iets van dertig optredens tot nu toe gedaan echt stand-up comedy optredens en daarnaast doe ik nog heel veel andere optredens maar ja dan gaat het uh, een keertje mis en dan, en dan heb je een soort mismatch met het publiek en waar uh, ligt dat dan aan kan je dat aanwijzen nou, dat, nou uh, het heeft ook te maken met de sympathie hè? dus uh, als comedian zijn dan kom je op en dan moet je ja, het, het publiek voor je winnen en dan gaan mensen zitten en ze zeggen van, nou deze gun ik wel eventjes dat mijn aandacht maar soms kan het ook zo zijn dat je een verkeerde grap maakt die totaal je sympathie weggehaald waardoor je dus uh, de hele zaal tegen je had, had jij dat bij een bepaalde grap uh, ja, ja, ja dan da, da gaat het op een gegeven moment dan zit je niet meer in dezelfde naar welke grap was dat dan kan ik hier niet herhalen <laughs> uh, dat is de uh, op de uh, lokale omroep maar uh, 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 schrap je dat dan vervolgens in de uh, nee de je gaat weer terug naar de, je gaat weer opnieuw schrijven en probeert weer op nieuwe dingen maar omdat het een open mic is blijf je dingen proberen blijf je steeds nieuwe dingen uh, erin, in, erin plaatsen en, en probeer jezelf aan uh, je uit te dagen om eigenlijk uh, niet zoveel van die momenten te hebben waar Badradov en ja. de Dood gaan op het podium. Ja. Maar uh, zo nu en dan is dat goed, omdat je dan weer opnieuw uh, weer naar jezelf gaat kijken. Van, hey, wat doe ik nou verkeerd? Ja. Word je er niet heel onzeker van? Nou, in het begin wel. Ik heb een keer gehad, dan een van de allereerste keren toen ik jong was en onervaren. Ja, dan, ja, dan, dan, dan zit je echt uh, drie, vier weken en dan, dan heb je daar last van omdat je echt voor, uh, kijk, als je bij een open mic met, met 35 mensen uh, uh, doodgaat op het podium. Of het is Theater Zuidplein Rotterdam met 500 man. Nou, dan, 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 dan is, het, is het nogal een groot verschil, kan ik je vertellen. Ja. En ben je nou anders tegen het, uh, het leven aan gaan kijken nu je dit doet? En dan bedoel ik meer van dat je iets meemaakt en dat je dat dan opslaat. En dat je denkt, ah, dan kan ik straks wel eigenlijk een grap uh, maken. Is het leven vrolijker geworden voor jou? Uh, ja, op sommige Punt, het, het, wat vooral helpt, met mij mijn met comedy omdat het vooral uh, persoonlijk is, is dat ik dan denk: oh wacht, daar kan ik een goede grap over maken. En als die grap werkt, dan is het ook een soort verwerking. En dat zei ik toen net ook, het is een verwerkingsproces voor mij. Als er dingen gebeuren. Dus dan stap ik wat makkelijker overheen. Hebben wij in deze situatie al wat materiaal opgeleverd? Uh, nee, nog niet. Oh. <laughs> we moeten beter ons best doen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Um, ja uh, Mo, je wil graag wat. Uh, Kaarten weggeven, ook. Ja, ja. ja, ja we hebben nog uh, uh, ja, twee keer uh, twee kaarten die, uh, die we vergeven voor de comedyavond, van morgenavond, in de nieuwe bibliotheek, start vanaf half acht. Uh, daar, daar hebben wij twee kaartjes voor. Dus mochten er de luisteraars zijn die nu aan het rijden zijn, die denken van nou, ik wil daar graag aanwezig zijn om aan deze mooie comedyavond uh, te gaan komen genieten. Waar uh, dus acht uh, comedians op het podium staan. Acht hè? comedians plus één mystery guest. Oeh. Dus dat is een gerenommeerde artiest die, die dus wel goede. Zit je hier nou jezelf in het geheim te verkopen? Nee, nee, Oh. Ik heb wel een groot ego, maar zo'n groot ego. Daar baan ik me niet aan. Maar we hebben inderdaad twee, kaartjes, twee keer twee kaarten. Dus uh, mocht je interesse hebben, bel gelijk naar deze studio. Ja, 0320 28 50 50. Kies dan een 9. Dan krijg je onze telefoniste Marita aan de telefoon. Die noteert dan je gegevens. En dan verloten we de kaarten onder de bellers. Je moet er morgen wel voor in de nieuwe bibliotheek zijn in Almere Stad. Een mooie uh, stad van Nederland. Ja. Uh, daar hou ik me nu even neutraal over. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Uh, hoe laat begint het? Half acht. Half acht, dus dan moet je er wel zijn. Ja, dan moet je er wel zijn. Anders, ja. anders heb je er niks aan de show, natuurlijk. 0320, 285050 50, 50. Kies een 9 en geef even je gegevens door. Vooral je telefoonnummer. Want dan kunnen we even contact met je opnemen. Uh, dan kun je onder meer dus Mo zien. Maar vooral ook Badder L. kalfi